Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En dit keer heb ik heel veel gebouwd. Eigenlijk heb ik gebouwd zonder op te nemen. En ja, sorry, ik was zo verslaafd en ik vond het zo leuk om te doen. We gaan wel bouwen in deze aflevering, maar ik ga wel zeggen wat ik heb gebouwd. Dit is nog een eerste fase van een save game die ik heb opgeslagen. En dan gaan we dadelijk het andere spel laden om te kijken wat er is veranderd. Nou, zoals je ziet is het nog een beetje een beginnend piratengebied. Het is nog niet zo groot en het is ook niet veel groter geworden. Wat ik hier had gemaakt is een concept voor een station voor een nieuwe achtbaan. En die achtbaan zou dus eigenlijk in principe door het piratengebied heen moeten gaan. Nou heb ik dat gedaan en nou ben ik eigenlijk uitgekomen op het volgende. Voordat ik het laat zien heb ik ook de rode eerste achtbaan weggehaald. En heb ik wat paden helemaal veranderd. Het gaat heel apart eruit zien, dames en heren. Let op hoe dit eruit gaat zien in 3, 2, 1. Alsjeblieft, dit is het geworden. En ja, het is heel anders geworden. Ik weet het, ik moet er even met jullie doorheen om te laten zien wat er allemaal is veranderd. Nou, om te beginnen heb ik heel erg mijn best gedaan op een familieachtbaan. Het is eigenlijk, hij gaat niet super hoog en hij is gewoon hartstikke leuk. En we gaan ook zeker een omdraai doen aan het einde van de aflevering. Hier heb ik begonnen, of ben ik begonnen aan een Main Street die ik vandaag met jullie wil gaan bouwen. Ik heb het piratenschip wil ik misschien in de toekomst gaan verplaatsen. Maar in ieder geval, ik wil het piratengebied gaan uitbreiden. Zoals je ziet is het een heel groot station. En wat ik daar allemaal aan heb toegevoegd is het volgende. Ik ga even de free camera instellen, doe ik met de T. En dan kunnen we namelijk helemaal zwevend door de map heen. Nou, zoals je ziet gaat de achtbaan net hier voorbij. En begint hij hier zo vanaf het station. Even goed kijken hier zo. En dan maakt hij een bocht naar beneden. Nou, heb wat thematisatie. Ik heb een soort van gaashek toegevoegd. Ik heb even dit sluiten. Ik heb wat thematisering gedaan. Ik heb een soort van hekjes toegevoegd. Die eigenlijk voor gebouwen zijn bedoeld. Maar ik heb ze geplaatst als hekjes. En hier met allemaal lichten en dat soort dingen. Met een airco-systeem. Ga je dus naar boven. En word je opgetakeld. Dan ga je dus naar beneden. En kom je uiteindelijk uit bij het piratengebied in een huisje. Wat ik ook heb gethematiseerd hier binnen. Met lampjes en met kanonnetjes en dat soort dingen. Dan ga je helemaal naar beneden langs al die mensen eigenlijk. Dan ga je hier schuin, even kijken, langs die gebouwen heen. Heel tof, je zigzagt er helemaal langs. En op een gegeven moment kom je door gebouwtjes heen die ik nog later helemaal ga afwerken. Met meer thematisering. Het einde heb ik echt lang over gedaan van de achtbaan. Was echt lastig. Het spel is zeker moeilijk als je achtbanen moet maken. Maar ik geloof dat ze dat gaan verbeteren als ze meer naar builds gaan werken. In plaats van alpha natuurlijk uiteindelijk een beta. Maar dat dit al in de alpha kan gemaakt worden is ongelooflijk. Wat ik nog meer heb toegevoegd. Het gebouw waar ik vorige keer heel hard aan heb gewerkt. Heb ik per ongeluk verwijderd. En dat kan. Als ik nu op de delete knop druk. Is alles kwijt. Dus ik moest eigenlijk het gebouw opnieuw maken. En wat ik er nieuw aan toegevoegd heb. Is gewoon een zijkant met een torentje. Dus ik heb gewoon over het pad. Heb ik dus wat gebouwd. Dat mensen hier onderdoor lopen. Ik heb van die houten plank hierboven neergezet. En dat ziet er denk ik ook veel leuker uit. En hier bij de Chief Beef Belief shops verkopen ze allemaal, ik weet niet wat ze hier verkopen. Misschien wel koeienvlees of ik zie daar wat drinken. Ik zie, wat zit hier trouwens? Ik zie appeltjes en ik zie allemaal milkshakes. Ik denk dat het heel lekker is als je hier wat wil kopen. Er zijn al wat klanten in ieder geval. Goed, wat heb ik nog meer gebouwd? Ik heb me vooral bezig gehouden met dit gebouw, wat ik eigenlijk nog moet afbouwen. En ik heb een soort van Main Street idee gemaakt. En dat is hier een begin. Even kijken. Hier zo. Je komt binnen en je gaat eigenlijk een groot pad volgen. En hier wil ik allemaal huisjes aan de zijkanten plaatsen. Hier waren we bezig met die huisjes. Wat ik heb gedaan bij dit huisje is het volgende. Ik heb wat pilaren toegevoegd. En ik ga er wat tonnetjes aan toevoegen. Dus gewoon wat thematisering. Gewoon een beetje leuk. Even kijken, het zal niet geheel in een piraten setting komen, want ik wou zelf dat eigenlijk helemaal niet. Omdat ik denk dat dit veel leuker is als je gewoon verschillende stijlen bouwt. En daarom heb ik eigenlijk voor het eerst gewerkt met van die witte muren. Ja, en daar gaan we dadelijk nog meer aan werken. In ieder geval een balkonnetje zit erboven en die loopt door aan twee van die houten balken heb ik hier gedaan. En dan kunnen we hier nog een gebouwtje aan maken. We gaan er eens aan werken. Een verdieping moet erop. En ik dacht, misschien gaan we eens met andere decoratiemuurtjes werken. We hebben natuurlijk, ja, ik werk vooral met deze, de sandstone wall. Bijna alles is gemaakt van sandstone wall, zoals je ziet. Maar nu wil ik eens gaan werken aan wat anders. En daarom hebben we keuze uit deze, de wood wall.
Daar heb ik eigenlijk nooit mee gewerkt. Kijk, ik doe gewoon een laagje erop. Ik denk dat dat wit wel heel erg leuk matcht met dat... Met zeg maar de houtkleur. De houten balken lijken het net eigenlijk. Zo, en ik stapel het gewoon op elkaar. Ik denk dat dit er heel leuk uitziet. Ik vind van wel. Het is een gebouwtje waar je niet in kan gaan. Maar het is gewoon een beetje voor teaming. En we kunnen hier in de midden kan ik wel in ieder geval een gebouwtje maken. Dat doe ik wel van de Sandstone Wall. Of eigenlijk niet misschien. Dat zien we wel. In ieder geval dan ga ik wel van die facilities erin bouwen. En dan kan je bijvoorbeeld een headshop of wat hebben we nog meer. We hebben toiletjes. Kunnen we erin vastmaken. Kijk eens. Ik kan het hier bijvoorbeeld in het midden doen zo. Kijk eens, doen we dat gewoon en dan gaan we dadelijk doen we er wat dingen omheen bouwen. Er gaan gelijk mensen naar het toilet, dus dat is heel mooi. Ik heb precies 1000 gasten zoals je ziet. Je kan veel meer dan 1000, maar nu is even het aantal op 1000. Maar ik heb het nagevraagd en je kan meer mensen in je park krijgen, dus dat is mooi. Misschien moet ik er alvast een dak op gooien. Ik ga kijken wat voor daken we tot onze beschikking hebben. Even kijken, roofs. Welke daken heb ik nog nooit gebruikt? Eigenlijk de tiled roofs heb ik eigenlijk alleen maar gebruikt. En over het algemeen kunnen we heel weinig gebruiken. Alleen maar die stalen. Deze. En die vind ik eigenlijk helemaal niet mooi. Dus ja. Moeten we dan weer deze gaan kiezen? Dat is zo standaard. Die hebben we eerder al gebruikt. Het geeft ook helemaal niks dat ik die moet gebruiken. Maar in ieder geval, ik hoop dat in de toekomst wat meer roofs beschikbaar komen. Voor dit spel. Dan is het alleen maar positief. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Ja, we kunnen natuurlijk ook dadelijk gaan knoeien met deze muur extraatjes. Want daar ben ik nu vooral mee aan het werk. En dan heb ik het vooral over deze random wooden post. Die kan je, kijk, die kan je heel leuk kan je die toevoegen aan de zijkanten van je gebouw. Hier moeten we nog eventjes wat toevoegen aan muren, omdat dat net niet goed zat. Kijk, en de schaduw van het schommelschip zie je gewoon in het gebouw. Hoe vet. Kijk, nu ben ik de balkjes kwijt. Even kijken hoor. Daar een balkje en ik probeer er nog één daar in het midden te scoren, maar dat lukt op een of andere manier niet. Ja, is niet heel erg. Misschien moet ik het dan even met de hand doen. Zo, dan is het wel op zijn plek. Mooi. Het leuke is, ik heb een soort van trucje. Heb ik ook geleerd. Als je naar, even kijken, de wal, de decoratie gaat. En we gaan niet naar de decoratie, we moeten naar de, even kijken, building attachments. Als je dan een soort van muurtje bak en je drukt, of een raampje, en je drukt op F, dan centreert hij hem in het midden van het vakkie. Dus als ik nu gewoon, huppakee, F ingedrukt hou... Dan in ieder geval die raampjes zal die dan op de goede plek neerzetten in ieder geval. Nog even een muur plaatsen voor hier. Voor de zijkant. Zo. Draaien twee keer. Ook moet hem natuurlijk wel nog... Dat is niet goed. Ik moet hem een soort van hier plaatsen. Even kijken. Zo. Dit is beter. En doen we daar ook. Hoppakee. Perfectos. Niks meer aan doen, Os. Ik vind het een leuk gebouwtje. Hè? Vind je niet? We kunnen hier nog wat leuke dingen aan toevoegen. Let maar op. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dit zijn allemaal piratenthema dingetjes, dus ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk daarmee gaan werken. Dit is ook wel leuk, maar ja, ik kan dit bijvoorbeeld zo plaatsen dat je zeg maar zoiets hebt en dat je hem één keer draait nog. En dat je dan zoiets hebt, maar ik vind dat niet echt, nee, ik vind dat niet zo leuk, ik ben er geen fan van. Dus wat ik nu ga doen is, even kijken, kan ik hier een deurtje aan toevoegen? Zou wel leuk zijn, hè? Nee, we doen dat niet. Misschien... Oh, hier kan je ook nog mee werken. Hè? Dat zijn ook van die leuke dingetjes. Oh, dat ziet er best mooi uit. Als ik die op die houten latjes plaats... Ik denk dat dat wel uiteindelijk heel leuk oogt. Zo. Ik ben wel zeikend, want het moet ook allemaal precies, hè? Oh, ik klik het weg. Dat is ook niet de bedoeling. Waar staat die ook alweer? Jeetje, dan moet ik hem weer gaan zoeken, dames en heren. Dan moet ik hem weer gaan zoeken. Oh, daar zit hij. Zo. En dan plaats ik hem precies... Kijk, die andere staat dan niet goed. Zie je dat? Kijk, als je dan moet er eigenlijk gewoon recht bovenop zitten. Dan kan je het gewoon makkelijker zien. Kijk, deze manier. Zit hier ongeveer recht? Ja, weet je, je kan er echt uren aan zitten. Maar dat ziet er wel leuk uit, vind je niet? En dan kan je ook nog iets gebruiken als... Even kijken. Oh, deze is ook zo leuk. Moet je kijken. Deze, oh, die kan je, kijk, die kan je er bovenop doen. Hoe leuk ziet dit eruit? Wordt misschien te druk. Het kan in principe wel... Dat je zoiets krijgt. Maar ik denk dat dat een beetje druk wordt. Dus ik doe die niet. Maar we hebben ook nog... Even kijken, wat hadden we nog meer? Ik zag iets wat ik misschien wel kan gebruiken. Wat zijn dit? Chief Beef Belief. Oh, dit is ook zo leuk. Kijk nou. Kan je van die soort... Oh, die vind ik echt leuk. Kijk nou. Schattig. Die doe ik hier beneden misschien. Ook al verkopen we daar geen Chief Beef Belief. Het is gewoon een soort van... promotie. Laten we het daarop houden. En als ik F doe, kan ik hem dan centreren? Nee. Dus ik moet hem gewoon eigenlijk gewoon klikken. Klaar. Leuk, hè? Hier gooi ik nog wat balkjes op.
Die doe ik eigenlijk gewoon in de middens. Even kijken hoor. Moet hem goed plaatsen. Gewoon aan de bovenkant. Eerst even gedoe. Zo. Kijk hoe dat staat. Ik weet niet hoe het staat. Ik weet niet of het mooi is. Maar in ieder geval... Oh, dit is wel vet trouwens. Ik denk dat ik dat maar toegevoegen overal. En dat kost even tijd. Maar dan heb je in ieder geval wel iets heel moois. En eigenlijk moet je dat gewoon overal toevoegen. En dan is dat een heel mooi gebouwtje, denk ik, dadelijk. Dan mag ik er weer trots op zijn, vind je niet? Kijk, zoiets. Klikken de klak. Nou, dit begint er toch leuk uit te zien. Ik bedoel, ik kan echt mijn fantasie los laten gaan in dit spel. En dat vind ik heel tof. Als we bij Sinnery kijken, ik zal het spel even opslaan. Want ik ben bang dat hij dadelijk crasht. Hij crasht af en toe nog wel het spel. Maar vooral als ik dingen aanpas zoals een ingang en uitgang van een attractie. Dus boeiend. Ik ben toch met de thematisering bezig. Dus dan boeit het me niet dat hij hier en daar wat crasht als ik een keer een attractie open. Want zo vaak gebeurt dat ook weer niet. En even kijken wat voor objecten kunnen we nog meer toevoegen. Ik vind die barrel plants echt fantastisch gaaf. Die vind ik zo mooi. Maar die gebruiken we niet heel veel. We hebben wel objecten. Maar het is voornamelijk natuurlijk allemaal... Ja, hoe zeg je dat? Het is allemaal in de setting van piraten. Dus ja, ik ga niet te veel gebruiken, denk ik. Ik vind deze ook vet. Die heb ik nog nooit laten zien. Dit is een standbeeld. Maar kijk, die ziet er echt heel gaaf uit. Die kleur ook. En even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben dan deze ook. Dat is een soort van zeemermin natuurlijk. En we hebben ook deze. Dit is een, weet ik veel, een pufferfish. Oh, een pufferfish. En we hebben een schipstandbeeld. Die vind ik ook super gaaf op een soort van golf. En we hebben ook een waterwell. Die vind ik ook super gaaf. Die moet ik sowieso ook ergens plaatsen hier. Ik denk dat we die gewoon hier in het midden gaan plaatsen. Zo. Oh, die vind ik echt vet. Die gebruiken we ook niet zoveel. Wat hebben we nog meer? Ik heb sowieso niet alle objecten gezien. Dit is een soort standbeeld met goud of zo. En dit is iets met een anker. Die vind ik ook heel leuk. Heel gaaf gedaan. Oké. Nature. Kunnen we hier wat plantjes toevoegen? Natuurlijk kunnen we dat zo. Even een boompje. Dat oogt gelijk al heel anders weer, hè? En we kunnen ook hier bijvoorbeeld een klein steentje toevoegen. Als ik die gewoon een beetje in de grond leg, zo. Kijk, dat oogt wel leuk. Ik vind dat altijd wel leuk als we een beetje met dingen decoreren. En dan hebben we ook nog natuurlijk het bekendste. De Scavolia. Die gebruiken we zo vaak. Maar dat is zo'n fijn plantje. Want die kan je helemaal neerzetten hoe je hem wil. Struikje bij struikje. Kijk, die kunnen we hier ook een beetje omhoog zetten, zo. Tof. Dit ziet er al heel super cool uit. Ik ga even versnellen, want dit duurt heel lang voordat ik een gebouwtje heb gemaakt. En dan ga ik in ieder geval een gebouwtje ernaast maken. We hebben in ieder geval twee leuke gebouwtjes voor de Main Street. Ik kon het niet laten om te beginnen aan het laatste gebouwtje. Natuurlijk zal aan de overkant ook allemaal gebouwtjes komen. Het wordt lekker druk. Het wordt echt gaaf. En ik vind het tot nu toe hartstikke leuk. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Laat vooral een dikke like achter. En volgende keer gaan we verder met mijn allereerste parkje in Planet Coaster. Dus tot de volgende keer. Doei doeg!